Annemaurus, je kampeert op de 16e plek na dag 1. Ik denk dat je een iets hogere klassering had verwacht. Ja, inderdaad. Als mijn hoogspringen wat beter was gegaan, ja, had ik zeker hoger gestaan. Dat was eigenlijk het enige nummer dat echt tegengevallen was. En wat ook eigenlijk super jammer is. Ja. Hoe lastig is het om mentaal en fysiek het hoofd koel te houden? Wat lief? Hoe lastig is het om mentaal en fysiek het hoofd koel te houden, de koelte te bewaren, rustig te blijven? Na de hoogspringen. Ja, dit jaar is het eigenlijk goed gelukt om dan toch nog alleen mij te kunnen herpakken. En ja, bij kogel ben ik denk bij de 13 meter gekomen, dus dat was goed voor mij. En dan de 200 een record met 20 honderdste, dus ja, daar ben ik zeker tevreden over. Wat verwacht je van morgen? Het verspringen, daar wil je meer, hè? Daar zit veel potentieel. Ja, bij het verspringen denk ik zeker dat ik nog een paar plaatsen ga kunnen stijgen. En dan speerwerpen moet goed gaan en dan ja, 800 verstand op nul en dat zien we wel. Je hebt er nog zin in, je hebt de moed, zit goed. Ja, allee, ik ben teleurgesteld door mijn hoogspringen. Dat kon veel beter en daar heb ik veel punten laten liggen. Maar ja, het is nu zo en ja, ik moet gewoon verder gaan. Dank, succes morgen. Ja, dankjewel.